een van de eerste dingen die mij opvielen toen ik hier kwam, is dat de leerlingen zo talig zijn. Als ik in Nederland lesgeef en ik vraag een klas, zeg iets in het Engels, dan doen ze dat eigenlijk bijna niet. Maar hier is het een soort van tweede natuur om een andere taal te praten naast alleen maar je moedertaal. Dus zo is eigenlijk een beetje het idee geboren om Engels Cambridge te geven. Nou, wat is er nou zo mooi aan Cambridge Engels? Je merkt steeds meer dat hbo's en universiteiten niet alleen maar zomaar studenten aannemen, maar dat ze vooral ook heel erg willen weten wie ben jij eigenlijk, hè? Wat kun jij onze school brengen? Dat betekent eigenlijk dat je als student steeds meer al een soort van resume, een cv moet hebben. Nou, en daar moeten natuurlijk dingen op komen te staan. Nou, hoe mooi is het als student dat je kunt zeggen, nou, ik kan bewijzen dat mijn Engels beter is dan gemiddeld. Want wat wij hier op die CO aanbieden is advanced, maar ook vooral proficiency, wat het hoogst haalbare niveau van Engels is. En wat je ziet is dat V6 heeft een bepaald niveau van Engels en dat je met Cambridge daar nog eens bovenop gaat. Dus wat je eigenlijk doet is leerlingen leren om eigenlijk near native te zijn. Dus hun Engels is zo goed als dat van een echte Engelstalige. Nou, ik ben er gewoon heel erg trots op dat wij dit als school kunnen aanbieden. Dat we de leerlingen iets kunnen geven wat ze op hun cv kunnen zetten. En waarbij ze ook echt beter worden. En je merkt heel erg aan leerlingen die het gevolgd hebben, dat ze daar in de toekomst wat aan hebben. Is het voor een vervolgopleiding? Is het later als ze in een internationaal bedrijf willen werken? Of ze willen in Amerika gaan werken of in Canada? Je moet toch altijd bewijzen hoe goed ben je in Engels. En zo'n Cambridge certificaat laat dat zien. En is altijd geldig als je het vergelijkt met andere taalexamens. Die vervallen na 2 jaar. Maar Cambridge is eigenlijk levenslang geldig. Mi experiencia es buena. En al comienzo, mi ANL estaba tan fácil, pero después era vida más y más difícil. Pero también hope y ayudanza de docente en Antame, que nos fuera así, para nos fuera vida más millón en Che. Está echt hope y leuk, mi ANL. Y hope en esta ANL que está muy leuk, pero está echt una experiencia a mi ANL. 30 pa 20 mucha a bini junto pa nos así un estatus pa axi nos porta na en nivel pa nos 30 el programa después nos ha comenzado a escolar nuevo escolar aquí nos ha comenzado for di augustus anto de en februari nos estaba tatin nos examen e beneficio en antaco por ejemplo ahora voy a estudiar internacional. Bo po haya un chance más grande pa bo drenta den escolna. Manera si uba merca, ere más fácil pa so na waxi e din visa, pero e bo papia inglés bon kaba e no me se así cierto tuts nan kukos pa nan vira. Pa nan sa sigur si nan por drenta escol. Si bo haya e opción pa bo hasiele, pa bo hasie e programa pa so e te echt yudabo hopi, ora bo vira más grande.